Ja, hier is hij dan. De allereerste Motormeiden motorjas in samenwerking met Rusty Stitches. Hij is echt net binnen. Dus ik zal jullie even bij daglicht ook laten zien hoe de motorjas in elkaar zit. Nou, ik doe de jas even aan. En dan valt eigenlijk al meteen op dat hij heel mooi gestroomlijnd is. Ja, wat ik zelf heel gaaf vind zijn deze strepen. Er zitten van die fijne ritjes. Zo. Gaan open doen. En dat hij extra lang is. Want we hebben een extra lange achterpad laten maken. Zodat je nooit een blote rug hebt. Wat nog meer fijn is. Dat is dat je ritsen hebt op de heupen. Die kun je openzetten. En dan zorgt dat voor 10 centimeter extra speling. En dat is natuurlijk super fijn. Want soms zijn we hier wat smaller en hier wat breder. Zo zijn er in totaal 5 zakken. 2 aan de buitenkant. Met fijne ritjes. En ook aan de binnenkant. Er zit genoeg opbergruimte. Kijk, ze hebben een mooi hier aan de zijkant. Een mooi rit. Waar je van alles in kan doen. En hier ook een zakje voor je telefoon. Er zit een binnenvoering in die je er helemaal uit kan ritsen. Het is lekker voor als het wat kouder is. Maar wordt het nou een snikhete dag. Dan rits je hem er gewoon uit. En heb je een lekkere frisse jas. Doe de jas nog even dicht. Aan de bovenkant zitten ook van die knoopjes. Drukknoopjes, die kun je vastzetten. CE-gekeurde protectiestukken, dat zit hier op de schouders en hier op de ellebogen. En aan de achterkant van de jas, daar is een rugprotectorzak in de jas aan de binnenkant. Aan de achterkant zitten hier 2 gespen. Kun je aan je broek vastzetten, zodat de jas gewoon goed vast blijft zitten. De M van, nou ja, zeg het maar. De M van motorrijden. Hij zit ook hier zo. In de nek. Is die mooi, hè? Nou, dank jullie wel. Doeg!